Iedereen zegt dat mijn hoed stom is. Daarom doe ik hem weer aan voor een nieuwe video. Hallo dames en heren, hallo, hallo, hallo. In de vorige video heb ik comments gelezen en dat gaan wij ook eens doen voor het begin van deze video, dus let's go. Is die vader gay? Is die vader gay? Is die papa gay? Oh, ja, zeker. Mijn papa is gay. En daar ga ik vandaag eens iets over vertellen, want jullie weten daar eigenlijk niks over, omdat ik er nog nooit een video over heb gemaakt. Ik wou er eigenlijk nooit een video over maken, terwijl ik er wel heel lang aan gedacht heb, maar ik heb het nooit gedaan, maar ik dacht, dat is iets dat, dus over the line. Jullie zijn mijn leven. Dus waarom zouden jullie dan niet de diepste geheimen mogen weten? Waarschijnlijk zijn er wel een paar mensen die mijn video's kijken die homo's haten. Als je zo iemand bent, dan mag je nu opflikkeren en gewoon echt weggaan en nooit meer terugkomen. Want het is waar, mijn papa is gay. Mijn mama en papa zijn uit elkaar gegaan. Niet omdat ze ruzie hadden, maar omdat mijn papa gay was. Dat is iets wat niet elke dag gebeurt. Dus vandaag ga ik jullie een lang, kort, ik weet niet hoe lang deze video gaat worden, waarschijnlijk een iets langere video vertellen hoe dat allemaal zat en ja, hoe ik daarmee om ben gegaan. Dus dames en heren, smash je zeker een duimpje omhoog op deze video, want ik ben Acid. Dit is de allereerste keer dat ik hier een video over maak. Ik voel mijn hart bonken in mijn keel, want ik heb ook wel een beetje stress. Reacties en zo op deze video. Dus dames en heren, dit is een coming out video, maar dan niet voor mij, want I love boobies. Dus let's go. Jouw ouders zijn waarschijnlijk gescheiden door jou en je vader is gay. Dat verklaart waarom jouw video's ook zo gay zijn. Jij en je vader zijn kanker gay. Dit zijn comments die ik eigenlijk elke dag wel lees en daarom word ik elke dag eigenlijk terug op die plaats gezet van, zo ik er een video over maken of niet. Maar ik dacht dan op een bepaald moment, fuck dat, ik geef niet echt een fuck om die mensen die berichtjes zetten, maar ik weet wel dat jullie die berichten ook lezen. En waarschijnlijk gaat bij jullie dan ook iets draaien en denken van, is zijn papa gay? Wel, ja, mijn papa is gay en nee, ik ben niet gay. I love boobies. I really love boobies. En vroeger was ik eigenlijk altijd bang dat als iemand op mijn school ging weten dat mijn papa gay was, dat ik daar super hard mee gepest ging worden. En dan heb ik het echt over vroeger. Echt al over 18 jaar geleden. Dus ik had tegen niemand van mijn vrienden ooit gezegd dat mijn papa gay was. Ik wou dat tegen niemand zeggen. Tot ik op school les begon te krijgen over homoseksualiteit. Toen zat ik in groep 8, dus ik zat in het zesde leerjaar. En ineens zei mijn leerkracht, het is heel normaal als mensen gay zijn. In deze wereld is het normaal als er mensen gay worden. En ik zit daar in die klas en ik dacht, als dat zo normaal is, dan ga ik nu eens iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ben recht gestaan en ik heb gezegd tegen die mevrouw, mijn papa is gay. Je zou dan denken dat die mevrouw direct zou zeggen, wow, dat is speciaal om mij je verhaal laten vertellen. Die mevrouw is boos geworden op mij. Zij dacht dat ik ermee aan het lachen was. Dat ik een grapje aan het vertellen was, dat dat niet zo was. Want natuurlijk, als je zegt tegen iemand, mijn papa is gay, dan krijg je natuurlijk direct vragen, hoe kan het dan dat jij er bent? Maar om meteen heel dat verhaal te vertellen dat mijn mama en papa samen waren, dat zat er allemaal niet in. Die mevrouw is super boos op mij geworden, heeft mij meegenomen naar buiten, naar de directeur gegaan, omdat blijkbaar iemand in haar familie homo was, en dat was nogal een gevoelig onderwerp. En ik heb dat helemaal moeten uitleggen. Toen heeft die mevrouw echt sorry gezegd tegen mij en zo, want ik was echt geschrokken. Ik dacht, oké, ik ga nu eens alle moed die ik heb samenrapen om dat te zeggen, en toen is dat echt afgebroken. En toen had ik dat uitgelegd en alles was goed, maar besef dat ik dan nog terug moest naar die klas. Ik had net toegegeven naar heel mijn klas dat mijn papa gay was, en ik moest dan nog terug in die klas lopen omdat... Ja, het was een van de ergste momenten van mijn leven. Erger dan naar een meisje gaan op de speelplaats om te vragen of ze relatie met je wou. Want dat was in die tijd ook echt stress. Toen ik 12 was of zo, toen ik 8 was. Dat was pure stress. En ik kom in dat lokaal en iedereen zat daar gewoon doodstil te kijken naar mij met de starblik. Echt, zoiets had je nog nooit gezien. Dat was vreselijk. Toen heb ik mijn verhaal gedaan aan heel de klas. En het rare was dat de helft eigenlijk al wist. Mijn goede vrienden hebben ouders. En die ouders zijn ook gewoon bevriend met mijn ouders. En die ouders hebben dat ook gewoon verteld aan hun kinderen. En mijn vrienden wisten eigenlijk al lang. En niemand heeft daar iets van gezegd. Ze begrepen het waarschijnlijk niet zo goed, maar ze vonden het gewoon normaal. En ik was eigenlijk nog altijd bang dat ik reacties ging krijgen op school en in het leven. Zoals reacties die ik nu krijg op YouTube. Reacties die ik nu zelf nog krijg als ik rondloop in de stad van sommige mensen waar ik ruzie mee heb. En dat is deze kutreactie waar ik echt fucking veel haat van krijg. Waar ik super boos van kan worden. Dit is de reactie die mensen zeggen tegen mij waardoor ik echt fucking hyperventileer en echt kwaad word. Je papa is gay, dus jij bent ook fucking gay. Dan word ik echt kwaad. Dan kan ik niet eens mijn woorden zeggen van, yo, je bent verkeerd, dat is niet zo. Nee, dan ga ik gewoon direct in een aanval. Dan kan ik mezelf echt gewoon niet meer beheersen. En ik weet daar nu een paar internetsoldaatjes die komen ook onder deze video gaan zetten. Wel, dan heb ik één bericht voor jou. Je bent fucking lelijk, je bent super onzeker over heel je leven, je gaat nooit iets bereiken en daarom beledig je mij met stomme dingen. Dus shut the fuck up. Ah ja, je hebt geen vrienden. Ik ben opgegroeid met een mama en een papa. Mijn mama was alleen, mijn papa had een vriend en... Ja, zo ben ik opgegroeid. In het begin begreep ik niet eens dat dat raar was. In het begin dacht ik gewoon dat dat normaal was, dat mijn papa een vriend had, dat daar niks speciaal aan was. Maar toen word je ouder en dan ondervind je wel dat het niet zo normaal is als je thuis komt. En ja,
zijn er twee papa's. Maar eigenlijk denk je dan, eigenlijk is het wel heel normaal, want het gebeurt gewoon fucking veel. Misschien niet in dezelfde situatie als mij, maar het gebeurt wel fucking veel. En ik weet sowieso zeker dat er mensen naar deze video aan het kijken zijn die exact hetzelfde hebben meegemaakt als mij. Misschien maar één of twee mensen, maar ze zijn er wel. Kijk, je moet je echt niet schamen. Echt niet. Er is er niks mis mee. Mensen kunnen je daarmee pesten, maar like, dat is het zieligste wat je kan doen. Dat mijn papa gay is, heeft echt gewoon niks veranderd aan mijn leven. Ik was altijd heel bang en dacht daar hele erge dingen gingen gebeuren, maar like, iedereen heeft problemen. Dat mijn papa gay is, dat is niet eens erg. Tuurlijk zou ik liever hebben dat mijn mama en papa samen zijn. Ik bedoel, welk kind wil dat niet? Op de manier hoe het nu is, mijn ouders komen nog overeen met elkaar. Mijn papa is gelukkig, mijn mama is gelukkig, ik ben gelukkig. Alles is gewoon chill. Dus ja, mijn papa is gay. Antwoord op al jullie vragen. Hij is fucking gay, om het zo te zeggen. Nee, eigenlijk is hij niet fucking gay. Hij is gewoon nog normaal. Het is niet zo homo als je hem ziet op straat. Hij zegt, hey, dat is een homo. Nee, hij ziet er nog altijd gewoon heel normaal uit. En daar ben ik blij om. Als mijn papa fucking veel roze zou beginnen dragen, dan zou ik ook zeggen, yo, please get the fuck out. Ook al heb ik ook een roze trui. Eigenlijk zijn roze trui wel fucking dope. Kijk, er is niks mis met holy bee ouders hebben. Er is niks mis met holy bee worden. En als je holy bee bent, dan is dat zo. Dan kan je daar zelf eigenlijk niks aan doen. Je kan niet holy bee zijn en toch nog hetero zijn, forceren. Dan kan je niet gelukkig zijn. Dus dames en heren, het bericht dat ik aan jullie wil geven is, het maakt niet uit hoe, maar als je gelukkig bent, dan is dat goed voor jou. En als andere mensen er niet mee kunnen leven, omdat jij doet wat jou gelukkig maakt, dan moet je echt gewoon je dikke middelvinger uitsteken naar hun en zeggen, yo, get the fuck out of my life. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Het was moeilijker dan ik had gedacht om het te vertellen. Maar doe de eerste ding. Altijd een lach op je gezicht zetten. Zelf als je je kut voelt. Gewoon het beste uit jezelf halen. En toch nog altijd blij zijn. Maar fake nooit dat je blij bent. Iets waar ik echt een hekel aan heb. Zijn zo mensen die online zeggen. Ja, op mijn gezicht zie je misschien wel een lach. Maar eronder zit er een hele meh. Doe dat niet. Als je ongelukkig bent. Ben ongelukkig. En ween. Ween het er zoveel mogelijk uit. Als je blij bent, dan lach je. Maar als je je zo echt kut voelt. En je denkt van. Oh, het gaat echt niet. Zoek dan toch in jezelf dat ene sprankeltje van blijheid en gooi het op. Ga je zoveel beter voelen als je gewoon toch die vreugde vindt in je leven in plaats van altijd met een fake lach over straat te lopen. Nooit fake lachen. Als je het grappig vindt, dan lach je. En als je het niet grappig vindt, dan ga je niet lachen. Dan zeg je gewoon, yo, dat was niet grappig. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het niet leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik zou zeggen, deel deze video of zo. You can help a lot of people out. Help out the bro. Dus dames en heren, ik ben Acid. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, mensen van... De mensen. Ja, ja.